Zoals we zien in Utrecht op de Frieslandlaan. Servian de Patrick en Raymond krijgen een bericht binnen waar ze achteraan gaan. Een melding op de Frieslandlaan in Utrecht, waarbij een jongen op een quad aan het crossen is, waarvan de kentekenplaten omgebogen zijn. En er is een motorrijder van Utrecht Noord onderweg om daar te kijken, maar ik kijk even mee of we hem kunnen vinden. Nou, gaan we kijken of je hem ziet. En dat duurt niet lang. De surveillanten achtervolgen de quadbestuurder en dat is maar goed ook, want hij begaat een overtreding. Ja, achter de quad op de Columbus, rechtsaf Azielaan. Stop, of is gestopt? Willy. Schrijven voor een Willy, of niet? Ja. Hoi! Veldhuis kustsplitsing. Mag ik een rijbewijs zien? Die heb ik niet bij me, denk ik, met mijn andere. Dan heb je een legitimatiebewijs bij je, denk ik. Helemaal, dan ga je zorgen dat hij hier komt, want je gaat van mij wel een bekeuring krijgen. Voor wat? Voor een Willy. Willy? Twee. Waar heb ik mijn Willy gezien? Hier en daar om de hoek. Ah, maar oh god. Wil je niet mij filmen? Dat gaan niet mij filmen of? Ze filmen mij. Wil je mij filmen? Hey, zoals gezegd, je gaat een bekeuring krijgen voor een Willy. Geen bekeuring. Wat zeg je? Je mag mij bekeuren. Ja, dat doe ik ook. Je moet alleen even je rijbewijs hebben. En ik zeg het je ook netjes. En je mag er ook een verklaring voor afleggen, maar dat hoeft niet. En je legt dus ook geen verklaring af. Nou, dat is een duidelijk verhaal. Dan begin ik vast met schrijven. Ondertussen komen er ook nog een paar fans langs. Hoi! Leg me spreken! Die ook iets zijn vergeten. Doe je gewoon heel even om. Dus kom je ook op tv. Leg me sprekers! Ja, doe je gewoon maar om. Waar aan? Boetebedrag komt via de officier. Dus die krijg je thuis. Zei je nou dat je niet gereden had? Zei je dat nou echt? Ja, dat hoorde ik hem wel zeggen. Ga je weer te liegen? Ik kan niet doen. Mag ik die beelden zien? We rijden achter jullie al de hele tijd, joh. Ja, maar ik wil die beelden sowieso zien. En dat mag natuurlijk. Hier rijden jullie voor ons dan. Nee, waar sta ik? Ik sta daar. Ik zou rijden. Dus. Ondertussen wordt het rijbewijs van de bestuurder door een paar vrienden afgegeven. Hiervoor heb je net een Willy gemaakt. Ik zie het niet. Je hoeft het ook niet te zien. Ik wil het zien. Je hoeft het ook niet te zien. Ja, nou, hier verder terug heb je al Willy gemaakt. Hier heb sowieso geen Willy gemaakt. Hier verder terug heb je Willy gemaakt. Oké. Kijk. Waar? Hier trok je weer Willy. Heb je het niet gezien? We krijgen meldingen van je dat je al zo achterlijk aan het rijden bent. Van wie? Van mensen. Waar? Dus dat je rondom de pizzeria als een gek aan het rijden was. Heb je vragen? Nee. Oké. Hij gaat even verder met jou van me. Die is voor jou. Nou, die heb je nu bij. Ja. Boetebedrag, zoals gezegd, komt er officier vandaan. Ja, komt goed. Yes? Geen probleem. Rij voorzichtig. De bestuurder is de onschuldshelver en houdt zich liever van de domme. De officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete voor zijn gemaakte wheelies. Ze mogen hun weg vervolgen. Maar voordat ze op hun kwad de straat uit zijn, gedraagt de bestuurder zich alweer alsof hij boven de wet is verheven en alleen op de wereld is. De surveillanten gaan er gelijk achteraan. De motorcollega is er al eerder en geeft een laatste waarschuwing. Duidelijk. Volgens mij was dat een pittig gesprekje.